Oeh. Dit is een gemene. Weet je dat toch? Nee, ik heb niet geteld. Ik ga wel even kijken of er wat in zit. Ik ben benieuwd. Nou, hij zal lopen. Sleutels. Sleutels. Sleutels, sleutels. Sleutels, sleutels. Wat leuk, man. Welk merk is het? Yamaha'tje? Ik denk het haast wel. Sta je nou te doen? Gas! Hij ziet. Hallo. Gaan we lekker magneetvissen? Ja. Kan iemand mijn veters strikken? Ja, dat kan ik zo wel doen. Kan jezelf ook. Je hebt geen veters, er zit klittenband aan. Oh, die veters. Anders zak zijn broek van zijn kont af. Waarom? Nou. Kijk of het wat is, jongens. Je moet meer eten, Daan. Zag ik er nou op staan? Visnijf, toch? Kijken. Ja, visnijf. Ja, visnijf. Ja, er is niet veel meer van over van de visnijf. Ik denk niet dat je er meer een filetje mee hoeft te maken. Ik denk dat het filetje er een aardig belabberd uit ziet. Visnijf. Hey Gijs. Ja? Nou Nou magneetvissen we toch al best lang, hè? Ja, en ik zeg elke keer een buitenboordmotor, buitenboordmotor. Dit is voor de eerste keer in mijn carrière dat ik een buitenboordmotor gevonden heb. Hij doet het nog, zie je dat? Doet hij het nog? Ja, ze hebben hem goed in het vet gehad. Wat leuk, man. Welk merk is het? Yamaha'tje? Ik denk het haast wel. En als ze het beter weten, dan moeten ze het even in de comment zetten. Dat zeggen ze dan toch? Ja, zo werkt het. Ik heb wat geleerd, hè? Heb je? Ik moest kloppen, want de bel doet het niet. Omdat jij altijd zo'n goede vriend bent. En omdat jij zoveel doet voor mij. En omdat je zo van watersport houdt. Heb ik een cadeautje voor je. Ik ben zo benieuwd. Kom. Ik heb echt een heel mooi cadeautje voor je. Alleen hij komt wel uit de sloot. Daniel. Alsjeblieft. Nou kijk eens man, daar heb ik nou jaren naar gezocht. Een buitenboordmotortje. Dit is echt iets voor jou. Dankjewel man. Wat hadden we afgesproken? 150 euro toch? Ja, doe je het echt voor joh? Zo weinig? Als je hem niet doorverkoopt, dan mag je hem voor 150 euro hebben. Nou kijk eens man, dat is toch uniek. dit is showroom staat. Dit is echt biologisch, is toch weg? Ja. Hij is helemaal groen. Showroom staat. Mooi hè? Hier, maar kijk, alles werkt man. Ja, hier, showroom. Zit het startkortje er wel bij? Ja, die zit eraan. Ja. Of is die alweer naar binnen? Nee. Oh, varen. Hier. Hier. Hij zit erin nog. Nou, top. Ja. Hier. Koffie. Ja. Even een lapje eroverheen. Vanavond varen. Oh, ja. Hoe laat? Hoe laat is het nu? Het is nu 7 uur. 7 uur. Half 8 moet kunnen. Kwart voor acht. Goed. Neem ik limonade mee. Even gaan we skiën ook? Ja. Gijs, wat is dit? Nee. Ja, ik weet veel, maar... Ik denk een hele oude motorfiets. Maar dan met een gewone... Ja, maar die had je wel. Klapstandaard. Hey Daniel. Ja? Wat zit er aan mijn magneet? Niks. Niks? Je ziet hem niet, hè? Zie je hem? Nee. Nee, hè? Ik zie alleen wat witte rivierkrijgen. Het is een slot met camouflage. Huh? Hou hem eens vast. Voel je hem? Nee. Nee? Dan komt het dat het camouflage is. Dat is kans verboden. Toescheizen. Verboden te poepen. Denk ik. Dus Gijs, als je nodig moet, niet ja, hier poepen. Ik heb hier een tweepersoons toiletpot. Tweepersoons toiletpot. Met z'n tweeën naast die stereo schijten. Ik zou zo graag een keertje met jou willen stereo schijten. Ja, daar zullen we even, een half uurtje. Wat
Dat was een mooi, hè? Dat was een hele mooie. Dat was een mooi, hè? Jeetje, Mina. Hey, ik heb ondertussen heb ik een uithangbord van een winkel gevonden. En dat is nu niet zo heel goed meer te zien, maar er staat een co. En ik zie een kantklos en een soort touw met een knoop erin. Ik denk dat ik hem mee naar huis neem en dat ik hem met de zandstralen ga schoonmaken. Lekker verf eroverheen. Wie weet hoe oud het is. Ja, het kan best wel een heel oud hangbord zijn van een oude winkel. Een oude winkel. Ik neem deze even mee. Even kijken wat het wordt. Ik ben benieuwd. Ik ook. We zijn tussendoor even naar huis gereden. Broodje gegeten. We wilden natuurlijk even weten wat hierop staat en hoe mooi die gaat worden. Wacht even hoor, laat dan ook even zien, hè. Hoe die nu is. Zo is die nu. Het is nu al beter te lezen dan vanmiddag. Nou. Gaat die in de sandblaster? In de sandblaster. En Ruud heeft er natuurlijk geen mooi nieuw schoon folietje op gezet. Dus ja, er doorheen filmen, dat gaat niet lukken, hè. Hé, schatje? Hij ziet helemaal niks, hè, door de kruisjes. Alles op gevoel. Alles op gevoel. Fingerspitsgevoel. Ah, kijk eens, wat een mooi compressortje. Lekker stil. Mooi spul, hè? Ja, een mooi spul. Door wie is die gesponsord, Ruud? Door de HBM. Ja. Mooi spul. Ik ben benieuwd hoe het wordt. HBM, hij brengt mij machines. Oh. Ah, je ziet wel wat. Hij is al bijna schoon. Nou, maar eens even stil. Ja, dat is een heel stuk beter. Hij moet zo, hè. De Singer Manfg. Manfg. Wordt mooi, hè? Dat je er wat geduld voor hebt. Ja, hier heb ik nou weer wel wat geduld voor. Gewoon lekker pielen, net zolang totdat het er een beetje knap uitziet. En als je 2 minuten op mij moet wachten omdat ik mijn broodje nog sta te smeren, dat lukt nooit, hè? Nee, maar dat komt omdat ik op dat moment nog niks gevonden heb. Je bent zo lekker dingen. En nu heb ik wat gevonden. Ja, jij bent mijn schatje. Dat is wat anders. En Ruud is mijn poepie al jaren. Ja. Poepie drolly. Maar Singer is dus zwart met goud. Laat ik nou net nog een zwarte, sneldrogende spuitbus gehad hebben. En laat ik nou nog net voor de Happy Stones gouden kleuren hebben. Hey. En wat is dan een Happy Stones? Dit zijn Happy Stones. Nee, je moet die andere laten zien. Ja, die. Goed zo, Daniel. Pas op, drol. Hij lijkt ook op een drolletje. Ja. Dit wordt allemaal weer veel te langdradig. Nee, dat vind jij. Ja. Ja, toch leuk. Ja? En je bent hem aan het kleuren. Ja. Maar hoe zag het originele eruit? Nou, deze kleuren. Dus de originele had ook de gouden letters? Ja, ik heb eerst met Google opgelet. Ik heb eerst met Google heb ik gekeken wat het was. Toen kwamen we erachter dat het een naaimachine was. Dat was de hint van Gijs. Ja. En het is dus een trapnaaimachine. Ja, de leeftijd weten we niet exact, maar wel heel oud. Die is al even. Toen hadden ze nog geen elektriek. Nee, het is gietijzer. En de originele kleur is zwart met goud en groen. En soms rood. En oké, dus maar alleen de lettertjes dan? Nee, want er zit hier een kantklos en een naaigaren. Ja. En hier zit laurier, dus dat zou je dat een kleurtje kunnen geven. Oké, maar was dat in het originele ook? Soms wel, soms niet. Oké. Ja. Hij is cool geworden, hè, Gijs? Ja. Daar is een beste vissers van jullie allemaal. En dan bedoel ik niet magneetvissers, maar visvissers. Hebben jullie enig idee wat voor soort net dit is? Ik dacht eerst dat het een leefnet was. Maar hij is aan één kant is hij gewoon helemaal open. Kijk. Zie je dat? Het is een soort ordnermap, maar dan voor vis of zo.
Ik heb geen flauw idee. En je kan hem makkelijk opensnijden. Hij is best groot, hè? Daan? Ja. Ga er eens naast staan. Aan de achterkant. Dan kan ik je goed filmen. Moet je kijken hoe groot hij is. Alleen ik ben groter. Ja, je bent wel groter. Maar je zou er ook in passen. Doe maar niet. Dan word je heel vies. Ik laat hem los. Dit is een gemene. Zeker als die tussen je ribben doorgaat. Is die scherp? Was je op voor je vingers? Ja. Ik denk niet dat je het goed kan zien, maar... Moet je niet meer mee op je rug krabben. Wat voor merk is het? Scherp mes. Sola. Soa? Sola. Sola. Hey Gijs. Ja? Vanmorgen belde ik je. Toen zeg ik, gaan we magneet vissen. Toen zeg jij, nou, ik zit een beetje in de kreukels. Ja. Maar voor de volgende keer heb ik een strijkijzertje. Kan ik je strijken voordat we gaan? Ja. Leuk hè, zo'n vaccinatie. Heb je handig al een mandje? Het is wel een oudje. Ja, dat is een oldtimer. Ja, niet heel oud, want er zit wel een stekker aan. Ja, die is echt vitrinekast waardig, Ruud. Nou, echt niet. Ik kan ook door de blubber, hè? Ja, dat denk ik eerder, ja. Ik heb er één. Het heeft de hele dag geduurd. Ja. Hoeveel keer heb je daarvoor gegooid? Weet je dat nog? Nee, ik heb niet geteld. Maar ik ga wel even kijken of er wat in zit. Ik ben benieuwd. Nou, hij is al open. Jij zei dat hij leeg was. Nou, blubber. Hij wordt heel goed doorgraaien. Raar dat er zoveel zand in zit. Hij moest van diep komen. Ja? Dat was de winst. Dat was het muntgeld wat er net inviel. Hij is hier wel leeg, denk ik. Kijk, Ruud gaat even zijn handjes wassen. Daniel die gooit hem er even in. Ga papa mijn zwemles geven. Hé, hey, ga van me af. Wel een mooie foto zo. Maak een fotoshoot. Papa de leeuw. Snap je nou waarom papa zo last van zijn rug altijd heeft? Nee. Daan, kreeftenhappie. Nou, kluis ziet eruit. Tenminste, het is wel een kluis toch, dit? Ja, volgens mij is het een ingemetselde. Sleutels. Sleutelhanger. Ik kan niet meer zien waarvan. Sleutels. Dat heb je sleutels. Al gezegd. Sleutels. Dat heb je al gezegd. Sleutels. Hoeveel keer heb je nou sleutels gezegd? Ja, dat mogen de mensen raaien. Ja. Weten jullie nou hoeveel keer wij sleutels hebben gezegd? Vandaag? Leave it in de comments. Sleutels. Ja, als ze dat niet weten, dan gaan ze natuurlijk trotspoelen. Moet je niet zeggen, joh. Moet je niet verklappen. Jij bent verklapt. Ik denk dat er zowat 19 sleutels zijn. Denk je dat, of denk je dat je het zeker weet? Ik weet zeker. Sleutels. Dit is geen sleutel. Niet? Een fluitje. Fluit? Zal die het nog doen? Nou, ik zou het maar niet proberen. Krijg je helemaal zwarte snor. Oorbelletje kan er ook nog wel bij. Wacht even, ik voel nog wat. Zal dat centjes zijn? Nou, dat mag ik wel hopen.
Ik ook. Zo, zoveel sleutels en geen centjes. Hier zo is het centje. Bak voor centjes. Bak voor centjes is hier. Centjes, centjes, centjes. Nee. Wat is dit? Een soort van deurknoop. Ja, het lijkt erop een manchetknoop. Is dat geen zilveren manchetknoop, Ruud? Nee. Die zwart geblakerd is? Nee. Nee, hij is blauw. Kijk, sleutel. Sleutel. Sleutel met tand. Hatsjoe. Ik wil scheidsrechter vliegen. Wat, dit? Waarvoor lijkt het daarop? Dit was het. Ja, maar... Oh, en nog een stuk sleutel. Een stuk sleutel. Nou, als je nou weet hoeveel keer Ruud sleutel hebt gezegd vandaag... Leave it in the comments. Leave it in the comments. Hé, Daan? Ja. Jongens, dit was hem weer, de video vandaag. Warm. Warm. Maar wel leuk, zo langs het slootkantje. Toch nog wel weer leuk gevonden. Daan heeft ontzettend goed geholpen vandaag. Jij wordt een echte goede magneetvisser al. En ja, meer heb ik eigenlijk niet te melden. Dat het warm is. Dat het warm is. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.